Nou, Marang Sari. We maakten een halve cirkel. En bajonetten. En toen kwam ik hier. Was het bij dit kamponghuis. Ik weet het nog goed. Schreuder aan die kant. En ik hier. En zo, erop af. En open. En naar binnen. Geen handgranaat toen. En toen was ik hier binnen. En toen zat hier midden zat een oude man, weet je. Zo'n oude man en die... Hij plaste in zijn sarong. Vreselijk. En die man zat werkelijk zo te trillen. En wij stonden met die grote geweren, met zulke messen. Stonden we bij die stakker. Ik zeg, Schreuder, wat is dat? Waar zijn we nou toch in godsnaam mee bezig? Hij zei, ja, dat vind ik ook. Ik zeg, we lijken wel van de Waffen-SS. Ik zeg, geef die man een sigaret. Ik zeg, pa, ik zeg, niet bang zijn. Tida Takut, alsjeblieft, want ik kom niet voor jou. Nou, dat begreep hij dan. En... Maar hij bleef verschrikkelijk angstig en ampoen, ampoen. Hier was dat. Toen ik hier aankwam, toen zag ik al verschillende mannen... die waren bezig met bibit. Dat is gedroogd, hè? Dat brandt verschrikkelijk. En die zie ik zo tot mijn stomme verbazing die houten hutten in brand steken. Ik denk, wat is dat nou? Ik denk, Jezus, wat doen die? Daarna werden we bij elkaar geroepen, stuk voor stuk. En weer in een lange rij trokken we weg hier vandaan. Terug naar Sapuran. En toen op die weg keek ik om. En toen zag ik boven deze kampong een vuurgloed met een enorme rookwolk. En ik voelde net of ik het gedaan had. Maar je wil je kompels niet verlaten. Die kerels, dat zijn dappere, goede kerels. Maar in mijn hart dacht ik bij mezelf, wat ik nou mee bezig? Begrijp je? Ik ben heus een goed soldaat geweest, hoor. Daar gaat het niet om. En ik verraai mijn maten niet, ik verlaat ze niet. Ik ben geen prinsen. Maar die momenten, die maken van jou als soldaat... maken die een kerel die dat niet meer wil doen. Dan ben je in staat om te zeggen, ik doe met de tegenpartij mee. Begrijp je?